november werd in het bijzijn van een volle zaal afscheid genomen van de jeugdprins van de Dwergsklippels en zijn gevolg. Oh, daar gaat hij, jongens en meiden. Oh, even een oor. Oh. Oh jee, de diadeem. En? Oh. Oh jee, oh jee. Teun, daar gaat hij. Oh. Tijdens deze middag werd een speciale versie van Ik hou van Holland opgevoerd. Nou is het helemaal duidelijk. Je hebt op televisie gehad Ik hou van Holland. Maar waar wij al veel eerder hadden natuurlijk was Ik hou van Nune. Daar hebben jullie namelijk allemaal verstand van. En daar gaan wij de komende tijd mee vullen. En jullie moeten wel allemaal keihard meehelpen. Om te beginnen hebben we wel twee hele belangrijke mensen nodig. En zorg dat je eigen captain dadelijk met een heel overdovend hard geluid verwelkomd wordt, want je zult ze heel hard nodig hebben. Ten eerste stond je ervoor, en dan kan ik die kleine knopjes niet meer zien. Maar die brandt ook echt meer. Komt die aan! En hoeveel worden we? 'T winnende team kreeg als laatste opdracht om geblinddoekt een doolhof te doorlopen, om uiteindelijk bij een kluis uit te komen. Nadat deze kluis werd geopend, kon de nieuwe jeugdprins, de prinses en adjudant worden geïnstalleerd. Roy, van harte gefeliciteerd met de benoeming tot Prins Carnaval 2010, jeugdprins. Hoe vind je dat? Ja, het was wel leuk, alleen moet ik ook geheim houden. Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk, want dan heb je nou iets bijzonderer dan andere carnavaljaren. Want dan ben je nou meer bezig, doe je meer. Ja, eigenlijk veel leuker. Had je dat al heel lang willen worden? Ja, ik had ooit bedacht van ik wil in de Raad van Elf en als dat kan dan wil ik prins worden. En toen zat ik in de Raad van Elf en als we prins worden, dat weet je niet zomaar. Dus toen werd ik prins en toen kreeg ik dat te horen. Dus je wens is uitgekomen? Ja. Ja, ik ben Koen. Ik zit ook op het triangel. Mijn hobby's zijn honkbal en scouting. Ik ben 11 jaar, ik word 31 december 12. En ik heb gewoon heel erg zin in carnaval. Je bent geen prins, maar wel adjudant. Hoe vind je dat zelf? Ik ben er heel erg blij mee. Want anders had ik nou in de Raad van Elf gezeten en dat was minder bijzonder als dit. Dus ik ben ook Roy heel erg dankbaar dat hij mij heeft gekozen als adjudant. Ik ben Jamie Smulders, zit ook op de triangel. En mijn hobby's zijn toneel, hockey en zingen. En ik ben 11. En ik word 12 mei pas 12, dus dat duurt nog wel even. En hoe vind jij het om hier tussen te staan? Nou, heel leuk. Gewoon leuker inderdaad dan andere jaren. En,